Je zit echt goed vast. Ja. Waarom is eigenlijk die hoek naar achter? Kan jij dat ons uitleggen? Als je wielen ziet, zit je zo. Achter. Dus het zadel gaat zo, zodat je recht op je zadel zit als je in een wheelie zit. Ja, ja, ja. Als glij je van je zadel af, omdat je fiets omhoog zit, zeg maar. Zadel willen we kantelen naar voren. Ja, je hebt je zadel altijd helemaal omlaag staan, hè? Want ik merk als ik zelf een wheelie doe. Ja, dat is moeilijk. Ja, ik vind het best lastig, want ik heb mezelf liever ietsje hoger. Want anders dan, ik kan mijn knieën gewoon niet ver genoeg buigen anders. Ja, de reden daarvoor is, ik doe ook altijd eerst wheelie met een hoog zadel. Mm-hmm. Want dat is gewoon veel makkelijker. Ja. Maar hier ga ik ook packs op zetten, via frame. Dan ga je trucjes doen. Dus dan spring je vanaf je frame naar je zadel toe. Als je zadel dan hoog is en je staat op je zadel, de balans is slecht. Ja. Ja. Dus hoe lager je zadel is, hoe beter je balans, hoe makkelijker je combo's kan doen. Ja. En dat is de reden eigenlijk. Ja, snap ik. Maar als je gewoon alleen wheelies zou willen doen, kan je in principe met een wat hoger zadel best wel. Dat wel, maar ook met een lager zadel heb je meer. Als je bochten maakt, is het makkelijker met een. Ja, omdat je zwaartepunt ook lager bij de lucht is. Lager en het ja. en zo. Ja, okay. Maar als je gaat beginnen, kan je zeker beginnen met een hoog zadel. En zou ik steeds iets lager doen. Zo heb ik het ook gedaan, want in het begin kon ik ook geen wheelie met laag zetten. Ja, precies. Je gaat gewoon jezelf, je flexibiliteit. Ja. Kijk, en zo ziet het zadel eruit als je naar beneden staat. Ja, als hij normaal staat, ziet het er best wel gek uit. Maar ja, zo is het best wel gek. Gewoon voor de wheelie is het gewoon maar een stuk. Als je wiel omhoog is, zoals je hier zo, dan zit je zadel meer recht. Anders zit je zo in de glij van je zadel. Ja. Dit zit gewoon lekker op. Natuurkunde met Daan. Ja.